Jij was vroeger alles. Hè? Jij was aanvoerder, je was eigenlijk ook assistenttrainer of hoofdtrainer. Ik ben nog hoofdtrainer geweest. Eigenlijk alles heb ik gedaan. Ik heb op alle plekken gespeeld, behalve rechtsbuiten. Ja. Waarom niet rechtsbuiten? Dat was net iets. Nou ja, dat kwam zo uit. Ja, maar verder heb je overal gestaan. Ik heb nog een halve wedstrijd gekiept. Ja. Oh ja? Tegen Vitesse, ja. Toen, en? Lekker? Dat was in de tijd, dan, als je dan zoveel wissels had gedaan, dan mocht er geen wissel meer in. Toen viel de keeper uit. Dat is deze tijd ook zo, hoor. Ja, is nu nog zo. Ja, ik weet het. Maar die regel is niet veranderd. Ja, maar nu is het veel... nu is het veel ruimer. Nou ja, ik heb zelfs nog meegemaakt... Dat je helemaal niet mocht wisselen. Eén wissel, twee wissels? Nee, niet. Twee, maar ik heb ook nog meegemaakt dat je alleen mocht wisselen als je geblesseerd was. En echt? Dan moest de trainer, die riep dan tegen je van dat je bang moest lopen om een zere enkel. Dan denk je, ja, krijg de kleren, dat doe ik niet. Nee. Want dan bouw de scheidsrechter niet dat je wisselde als je niet geblesseerd was. Moet je lekker blijven staan. Ja. Ja. Ja, dat hebben ze toen maar snel afgeschaft. Zou je dat even voor kunnen doen, Johan, als jouw trainer zei, even bank lopen? Ja, is zeker. Dat voor ons leuk? Ja, vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk. Nou, voor jou doe ik dat. Ja, dadelijk in de kleedkamer, als we klaar zijn. Maar je bent dus ook aanvoerder geweest, klaarblijkelijk. Komt daar een druk bij kijken? Is dat iets extra's waardoor je dan toch... Nou, voor sommige jongens wel. Ja? Ja, voor sommige jongens wel. Die krijgen dan een soort verantwoordelijkheidsgevoel... dat ze voor iedereen willen zorgen, zich anders gaan gedragen... en hun eigen spel vergeten. Dat als dat in je karakter zit, had ik geen last van. Nee, hè? Dat vermoed had ik al, ja. Overigens één ding... Als ik ergens aanvoerder geweest was, ze werden nu gefilmd. Dat ziekelijke gedoe van volwassen mensen in een kringetje. Dat vind je niet leuk, hè? En dan houden ze nu een camera en een microfoon bij. Koopmijners had een heel verhaal. En dan de onzin die ze uitkramen. En dan allemaal, ja, kom op, jongens. En dan denk ik, wat een onzin. Volwassen mensen die zich als padvinders gedragen. Hou je niet zo van. Nee, maar ik had als aanvoerder gezegd, ja, die poppenkast doen we toch niet mee. Hey, vroeger had je ook, dan moest je op de massagebank allemaal met de handen zo op elkaar. En dan gaf de trainer dan een klap op en die riep dan, kut! En dat was dan ook iets van, ik dacht, wat een onzin, joh. Het is wel een jubileumavond dit. Het is de tiende keer dat hij het vertelt, maar dat maakt wel niet uit. Kut? Hé? Riep die kut? Kut, ja. Voor de wedstrijd? Nou, nee, ja, dan waren we allemaal gemotiveerd als een gek. Ja. Hoeveel werd die wedstrijd dat je keept eigenlijk dan? 47-11. Nou, ik heb geen goals tegen me gehad. Ik weet nog wel een paar fantastische reddingen in de bovenhoek. Maar we verloren wel, we stonden al achter. Dat was tegen Vitesse. Ja, dat zei je net al, ja. Ja. En er mocht niet meer gewisseld worden, nee, omdat je door de wissels heen waren. Dat klopt. Ja, nou ja. Ja, dat weet iedereen in Nederland. Dat moment herinnert iedereen zich nog wel. Ja, dat heeft niet aan jou. Ik weet nog wel dat we naar de strafcommissie moesten. En de grensrechter was Piet Plant. Dat Plant? Was een... En Piet Plant was hoofdonderwijzer in Winschoten. Maar die wou Veendam geen oor aan naaien. Er waren allemaal incidenten geweest. En die vertelde, moesten we naar de strafcommissie, die zei naar de Utrecht. En Piet Plant, die stond dan met een stalen hoofd te beweren van dat hij niet had kunnen constateren, omdat het kunstlicht op de lange leegte dusdanig zwak was dat hij niet kon zien. Piet Plant. Piet Plant. Hij zit te kijken nu, denk ik. Ja. Ja. Vindt die leuk, Piet. Zijn vrouw eet de wiet. Ja. Ja, die hebben we nooit meer water gegeven. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.